Een maatschappij waarin we gepusht worden naar een ongeremde consumptie van elektronica. Een elektrische auto voor iedereen. Een groene transitie vol batterijen. Onherstelbare smartphones. Onze bewuste en onbewuste keuzes zorgen ervoor dat er alsmaar meer nood is aan metalen. Die levenswijze heeft overal ter wereld gevolgen. Zo lijden lokale gemeenschappen onder de effecten van mijnbouw. Denk maar aan de vervuiling van het land waarop ze leven, of het water waarvan ze drinken. We geloven dat gemeenschappen het recht hebben om nee te zeggen tegen mijnbouw. Om ja te zeggen tegen de manier van samenleven waar ze zelf als gemeenschap voor kiezen. Gemeenschappen en activisten komen wereldwijd op voor dat recht. Bijvoorbeeld rond de Ecuadoriaanse hoofdstad Quito, in Choco Andino. Dat is een UNESCO-biosfeerreservaat met een enorme biodiversiteit, levendige gemeenschappen en heel wat landbouwproductie. Daar strijdt Danila Andagoya, samen met een netwerk van jongeren, voor het recht om nee te zeggen tegen de mijnbouw in hun omgeving en het recht om ja te zeggen tegen de manier waarop zij zelf hun leven willen organiseren. Ook Natalia Bonilla voert diezelfde strijd. Via een succesvolle campagne dwongen ze samen met heel wat vrijwilligers een referendum af voor een verbod op mijnbouw. La ciudad de Quito ya es una ciudad urbana. Estamos hablando de una ciudad que tiene como 2 millones de habitantes. Pero alrededor de esta ciudad, con edificios, autos, etcétera, etcétera, ahí está el maravilloso Chocó Andino. El Chocó Andino es una región de mucha diversidad en flora y fauna. Existe el maravilloso bosque del Chocó, que con sus árboles y lianas y una cantidad exuberante de plantas, de flores. Entonces, esto es valiosísimo. Estamos en un momento en el que todo el planeta se está debatiendo bajo el cambio climático. El consumo desmedido del norte global, con el capitalismo y con las compras y el consumo en general, finalmente tiene un impacto muy negativo en el sur, en los bosques del sur. Los problemas que tenemos en el Chocó Andino es principalmente daños a la naturaleza, el tema de tala, de bosques, caza, de los animalitos del bosque y también el tema de minería, que ya hay concesiones y hay conflictos en la comunidad. Las comunidades en el Chocó Andino llevan ya luchando más de 30 años. Primero empezó porque se estaban entrando a su territorio a causar estos daños y principalmente las personas que se dedican a la producción orgánica están siendo afectados con estas actividades. Ahora, la cuestión es que las grandes economías mineras tienen poder. Tienen además policías, tienen además el respaldo de los estados. Y además es muy difícil defender el medio ambiente cuando estas grandes transnacionales tienen, por ejemplo, tribunales internacionales que garantizan los negocios, los mega negocios de estas industrias extractivas por encima de los derechos de la naturaleza y de los pueblos. Entonces, realmente que se conserve el Chocó no es solamente algo importante para Quito, sino también para el mundo. Creo que es importante que la gente de Europa soporte, dé ayuda a las luchas que están manteniendo los pueblos del sur. Lleguen a exigir realmente a sus gobernantes, a los políticos, leyes, normas reales encaminadas a la reducción del consumo de petróleo y de minerales. Yo le digo no al daño a la naturaleza, al extractivismo. O sea, básicamente el derecho a decir no significa un sí a la vida, un sí a mis derechos, sí a mi cultura,
sí a la naturaleza, sí a mi forma de vida. Catapa verdedigt het recht om nee te zeggen van gemeenschappen, van Ecuador tot België. Het recht om nee te zeggen is onlosmakelijk verbonden aan een ja. We kiezen voor een andere manier om onze samenleving te organiseren. Ja, samen bewegen we naar een wereld zonder ongeremde economische groei, waarin er geen nood meer is aan vernietigende mijnen.